Goedemorgen. Kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven het land, maar als je goed kijkt zie je dat er ook al wat gaatjes tussen zitten. Boven de Noordzee zie je wat meer blauw. De wolkenvelden hebben de overhand, kan ook een spatje regen vallen, maar in de loop van de ochtend breekt wat vaker de zon door. De wind waait uit het zuidwesten, zwakker 3 tot 4. Ook vanmiddag een mengeling van wolkenvelden en af en toe zon. De meeste zon verwachten we dan in het noorden en westen. En er kan nog steeds een enkel spatje vallen, dat dan vooral in het oosten. Het wordt zo'n 17 à 18 graden. Vanavond trekken de laatste buitjes naar het oosten weg, daarna naar Duitsland en dan wordt het overal droog. De temperatuur daalt maar langzaam. Halverwege de avond is het nog 16, 17 graden. En dan morgen heerlijke temperaturen, 22-23 graden bij een matige zuidenwind. Kan in het noorden een buitje vallen, maar verwacht niet stralend zonnig weer. Er zijn veel wolkenvelden. Zondag komen er buien, stevige buien met kans op onweer, misschien ook windvlagen, en de temperaturen zijn onzeker. Heel misschien in het oosten nog 22 graden, maar als de buien eerder komen, dan wordt het minder warm. Maandag en dinsdag bevinden we weer in de luchtsoort die we vandaag hadden, de dus 17-18 graden en een bui. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl